Dag geurgenoten, eindelijk een video van mij weer. Nou ja, zoals jullie weten, hoop gedoe met mijn been en gewoon geen zin. Als je regelmatig loopt stuntelen, heb je gewoon geen inspiratie of zin om video's te maken. Maar dat heb ik dus nu wel. En ik film vanuit mijn hotelbalkonnetje. Ik ben in Ganja nu, in de oude stad. Hierachter zie je me. Heel piepklein straatje, steegje. Ik film zo nog een heel klein stukje. Super, super leuk. Ik ga het hebben over een hele leuke, mooie gourmand geur. Dus als je van zoet houdt, dan zit je goed. Dan zit je goed. Als je niet van houdt, ga gerust weer wat anders doen. Het gaat over de inspiratie van deze geur. Is de gevangenis in Boston in 1905. En het gaat over twee personen, Thomas Howard en May Coyle. En zij zijn ontsnapt uit de gevangenis. En May had een heel goed plan opgevat. Het is wel een beetje lawaaiig, jongens, want er komen hier constant mensen langs beneden. Dus dat is het leuke, dat is het charmante ervan. May had het plan opgevat, want zij waren onschuldig trouwens. Ze waren onschuldig in gevangenschap gezet. Ze had het plan opgevat om via een bruidstaart die ze de gevangenis in gingen smokkelen, ouderwets verhaal, veilen in de bruidstaart. En zo zijn ze allebei 's nachts ontsnapt. Een hele romantische ontsnapping. En hiermee werden ze gelijk volkshelden en werden ze gelijk vrijgesproken. Want ja, toen gingen ze zich verdiepen in het verhaal, bla bla bla. Nou, dit is dus de inspiratie voor Love and Crime. En Love and Crime is een hele mooie, diepe gourmand geur. Ook gevuld met bloemen, met donkere cacao. Ik ga jullie zo de flacon laten zien. Heldere mandarijn en roze peper. Biscuitjes, banketbakkerssuiker, steranijs. Nou, geweldig. Ik zal de flacon laten zien. Dit is hem. Let niet op mijn nagels, want die zijn helemaal uitgegroeid. Maar ja, goed, als je 3 weken in Griekenland bent, ja, dan krijg je dat. Dit is hem. Ex Idolo is het merk. Een hele mooie donkere kleur. Dat zegt al wat over de geur. Je ruikt hem ontzettend lang. En dit vind ik een van de mooiste gourmand geuren uit mijn winkel. Dus dat zegt nogal wat. Oké, ik heb geen waaiers bij me, maar dan doen we het lekker zo. Op een servetje. En ik heb hem in deze vakantie best veel gedragen. En ik vind hem zo ontzettend mooi, want hij is heel erg vol. Je ruikt geen bloemen. Maar als je weet dat ze erin zitten, dan, want alleen vanille en alleen maar suiker, dat krijgt geen diepgang. Dus donkere cacao zit erin. Die mandarijn maakt hem een soort ja, fris, echt fris. En die peper ook een beetje dat spicy erin. Want als ik hem draag, vindt mijn man hem spicy. Zegt hij, oh, hij ruikt. Zegt wat ruik je nou? Vanille of zoet? Maar hij vindt hem voornamelijk warm en spicy. En spannend en sexy. Dus ja, jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Maar ik vind echt, als je van zoet houdt, maar niet van dat vieze black opium zoet, van dat chemische zoet, maar mooi chic zoet. Ja, dan moet je deze in je leven. Deze moet je echt serieus. Hij is misschien, het merk is niet zo ontzettend populair. Of nee, populair is die wel, maar niet heel erg bekend. Maar bij de kenners is dit merk heel erg geliefd. Dus Ex Idolo, Love and Crime. Dat was het vanuit Ganja. Ik zal kijken, want mijn camera staat op een statiefje. Kijken of ik een heel klein stukje jullie kan laten zien. Ja, dat kan wel, hè. Kijk eens hoe leuk. Oké. Mijn statief stort in. Kijk eens hoe leuk. Helemaal van bovenaf, zo. Kijk, je zit heel dicht op je overburen. En je zit een paar stappen en je bent al in de haven. Echt zo geweldig dit. Dus echt een aanrader. En ik had het al op Instagram gezet. Als je hier rondloopt door al die straatjes.
heb je het gevoel dat je jezelf, alsof je bevindt in een of ander decor van een, video, van een studio. Heel leuk, heel apart. Die straatjes is ook niet al te warm en niet koud. Het is heel besloten. Nou, dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer.